Dames en heren, professor Dr. Eduard Bomhoff. We kennen hem natuurlijk allemaal nog. We kunnen hem herinneren als minister van Volksgezondheid in het interim kabinet Balkenende 1. Tegenwoordig is deze econoom hoogleraar aan de Monash University in Melbourne. En ook verbonden aan de Universiteit van Nottingham in Maleisië. Dus ja, zo vaak bent u niet meer in ons land, denk ik eigenlijk. Deze week wel. Deze week wel, ja. Hij is goed in staat vanuit die positie om de economische en politieke ontwikkelingen van Nederland in een internationale context te plaatsen. En hij vindt dat ons zorgstelsel faalt in preventie, efficiëntie en kostenbeheersing. We gaan u luisteren. U gaat ook 4 stellingen gebruiken in uw verhaal. En daar kunt u allemaal weer via de mobiele telefoon op reageren. Alsjeblieft. Allereerst mijn gelukwensen voor Siran met het jubileum. Uit eigen ervaring weet ik dat vanaf het allereerste begin ongeveer Siran interesse heeft gehad in het combineren van westerse en oosterse inzichten in de zorg. En dus nu mijn vrouw en ik al bijna 12 jaar in Maleisië wonen met een hele grote Chinese bevolking. We waren er al van overtuigd dat je dat moet combineren en nu zijn we het nog veel meer. Dus ook daarom hartelijk gefeliciteerd met het jubileum. Ook vanwege onze emigratie is het heel goed mogelijk dat ik een detail of misschien zelfs een groot ding mis over de zorgsector. Dus dan moet u me maar vergeven, dat is dan vanwege de afstand. Toen Cor Bakker zo even zei over mijn titel 3 problemen in de zorg, throw it away, hoop ik dat hij bedoelde die 3 problemen. Niet te spreken natuurlijk, want dan zouden we vlug klaar zijn. U ziet ze op de eerste dia. Hoe doen we dat? Waar moet ik dan? Ja. In het woordenboek, dames en heren, is er een verschil tussen een voorziening en een verzekering. Aan het eind van onze straat, waar we nog een klein huisje hebben in de Gouda, is een gemeentelijk zwembad. Dat is een voorziening. Als alle burgers allemaal tegelijk komen zwemmen, is er niet genoeg plaats in dat zwembad. Maar je hebt ook niet het recht om met z'n allen op hetzelfde moment te komen. Dat heet een voorziening. Voorziening. Een verzekering, dat is iets heel anders en dat is per definitie wat heet een open eindregeling. En dat betekent dus dat de verzekeraar maar moet zorgen dat iedere verzekerde kan worden geholpen voor waarvoor hij of zij verzekerd is. En ik zal straks uitleggen dat dat volkomen haaks staat op het idee van dat we moeten passen binnen een budget. In die paar maanden dat ik er dan dichterbij betrokken was, had premier Balkenende ook onze instemming nodig met de troonrede. En hij wou de majesteit laten zeggen, iedereen heeft recht op zorg binnen het budget. En ik zei tegen Jan-Peter, dat was nog 3 dagen voor Prinsjesdag, stond het er nog steeds in dezelfde feest. Ik zei, dat is echt onzin. Dat is een onzinuitspraak. Mensen hebben recht op zorg of ze hebben geen recht op zorg. Maar als ze recht op zorg hebben, kan je daar niet aan toevoegen binnen het budget. Want dan wordt het, zeg maar, een voorziening in plaats van een verzekering. Nou, dat was dan 1 keer goed. En het jaar daarna had, ik wil nou de koningin hier niet bekritiseren, maar er stond het dus weer verkeerd in de troonrede. En nog steeds. Nog steeds wordt hier gepraat, en ik kom daar zo dadelijk nog even op terug, over binnen een budget. En dat kan niet bij een verzekering. En niemand weet dat beter dan de minister van Financiën. Omdat op het ministerie van Financiën hebben we de exportkredietverzekering. En het is niet zo dat als iemand in de maand december iets wil exporteren naar Kazachstan, dat de minister zegt van ja, we zijn nou door het budget heen van de exportkredietverzekering. Kom even terug op 2 januari. Dus hun eigen verzekering, dat is de enige die ze zelf hebben, de exportkredietverzekering, dat is een open eindregeling. En je weet dus pas aan het eind van het jaar hoeveel het allemaal heeft gekost. En ondertussen proberen ze de zorgsector dus, helaas met steun van allerlei insiders en betrokkenen, binnen dat budget te houden. Dat is punt 1. Punt 2, daar zal ik u straks wat voorbeelden van laten zien. En punt 3 heeft te maken met weer een andere zorg. In dat regeerakkoord van Balkenende 1, daar stond dat de zorg dan een privéverzekeringsstelsel zou worden. En ik was benieuwd en ik vroeg aan die ambtenaar, ik zei, hoe weten jullie zeker dat er over zoveel jaar, er waren toen nog 40 verzekeraars, dat er maar 2 of 3 over zijn? Nou, dat wist ook niemand natuurlijk, dat kan je ook niet weten, zoiets.
En ik ben zelf altijd voorstander geweest van een regionaal systeem. Zoals we dat hebben in Zwitserland, Zweden, nog een paar landen. Dat wil zeggen, de noordelijke provincies bij de één, het midden van het land bij de ander en het zuiden bij de derde. Vooral omdat dat zoveel makkelijker maakt om ook aandacht te besteden aan preventie. Dan kunnen de mensen niet elk jaar weglopen van verzekeraar of ze zouden moeten verhuizen. En hoe honkvaster de verzekerden, des te aantrekkelijker wordt het financieel voor de verzekeraar om ook preventie aan te bieden. Er is hier vanmorgen gesproken over dat velen van ons gaan lijden aan 5, wat is het, comorbiditeiten. Die 5 die haal je niet als daar niet ook bij zijn een paar uit het volgende rijtje: zwaarlijvigheid, hoge bloeddruk, cholesterol en diabetes. En dat zijn allemaal kwalen waar met preventie heel veel aan te doen is. Maar dan moet je tijdig beginnen en dan moeten mensen ook daarmee geholpen worden. En een van de makkers in ons systeem is dat omdat iedereen kan wisselen in de maand november en december van verzekeraar, die verzekeraars niet de financiële slag kunnen maken om meer te gaan doen aan preventie. Dat is dan mijn derde punt. Nou, ik was wel met Cor Bakker dus eens dat we moeten het ook een beetje vrolijker houden. En ik zal dus, behalve dan die onderwerpen waar velen van ons niks aan kunnen doen, die afhangen van de politiek en het parlement, ook een paar kleine dingen noemen uit eigen ervaring waar we wel iets aan kunnen doen. Ik had wat de vriendinnen van mijn vrouw daar in het Engels noemen een man-problem, ongeveer 1,5 jaar geleden. En dat is vanwege de wachttijd, sorry dat ik nu de medegastheren even noem, dat is vanwege de wachttijd hier, is dat opgelost daar, want dan kon ik het tussen 2 series college in doen. En hier ziet u alvast 1 ding wat daar beter is. En hier ziet u een tweede. Bij ontslag uit ziekenhuis krijg je een papier mee. Daar staat een foto op van voor- en achterkant van alle medicaties. En dan erbij ook hoe vaak je ze en wanneer je ze moet innemen. Om dus te voorkomen dat mensen dat allemaal door elkaar halen. Heel, heel duidelijk. En de voor- en de achterkant, en ze hebben ook nog een verschillende vorm. En het is het ziekenhuis gewoon dat je een tasje meegeeft met die medicijnen. Hoeft niet weer op zoek naar een apotheek. En dit was dat ziekenhuis dan. En dit is een foto van een hogere verdieping. Overal of balkons of hele grote plantenbakken. Omdat als we levend groen zien, worden we net even iets eerder beter. En ook, dat is die couch aan het eind, als we de vrouw kunnen zien, worden we ook iets eerder beter. En daar wordt ervoor gezorgd. Er is ook een kussen en een laken en zo. Dus die kan logeren. En dit was een hele bescheiden ingreep. Maar die dingen zijn ondertussen allemaal al onderzocht. En je wordt net iets eerder beter. Met een gecombineerd zicht op de vrouw en op die planten. Het ziekenhuis dat maakt bij binnenkomst een klein kiekje van iedere patiënt. Zodat ze dus niet in de wachtkamer hoeven te roepen, het is tijd voor meneer Bomhoff. Maar ze gewoon de foto vergelijken met jouw tronie. En je dan gewoon discreet komen halen. En op elk nursing station kan de uitslag halen van alle tests. Met wat de dokter ervan vindt, wie de opdracht heeft gegeven en wanneer het allemaal is gedaan. En dan een uitgesplitste rekening. Nu in de ranglijsten overigens goed beoordeeld Nederlands ziekenhuis, waar ik was begonnen omdat ik die klacht had gekregen op weg van daar naar hier. Dit is een thermisch papiertje zoals ze ook wel uit sommige benzinepompen komen op het benzinestation. Zo'n klein thermisch krullend papiertje, daar staan allerlei dingen op. Ik ga nog niet vertellen wat het is. Maar wat in ieder geval ontbreekt is wat ik u daar ook aangeef. En toen later kreeg ik er nog een. En weer zo'n flodder papiertje. Ja, niet serieus. En nu wou ik dus graag met hulp van de techniek, als dat allemaal kan, u een paar vragen voorstellen. Zou dat mogelijk zijn? Het zijn 4 vragen. Als dat tot de technische mogelijkheden behoort. Ja. Zou u deze willen beantwoorden alstublieft? Als u uw mobiele telefoon, een beetje een dure mobiele telefoon hebt waarmee dat kan. Als het niet kan, doen we het een andere keer. Ah. Het is anoniem, dus u kunt onbezorgd het verkeerde antwoord geven. De professor gaat vertellen wat het heeft eigenlijk al verteld wat het goede antwoord is. Nou, dit is heel duidelijk. Hè? Dat verbetert de overdracht.
Het voorkomt allerlei communicatiestoornissen en het laat ook zien dat je de patiënt verstandig behandelt. Zullen we de volgende vraag behandelen? Oh, die staat hier al. Ja. Zou u hier naar willen kijken? Die dingen zijn allemaal onderzocht. Waarom precies de kleur groen, als het tenminste iets is dat leeft, een plant of een hagedis, waarom we daar vlugger beter van worden, is helemaal niet duidelijk. Maar het is wel bewezen ondertussen. Ah, hier is er nog één. Zou u hier een mening over hebben? Nou, gefeliciteerd met goede antwoorden. En dan wou ik nu graag verder gaan met de presentatie, alstublieft. Oh, sorry, nee, hier is neem je niet kwalijk, hier is er nog één. Dit is nog belangrijker. En dit sluit ook direct aan bij wat hier al eerder gezegd is vanmorgen door professor Davidson. En ik weet dat dat een groot punt is aan het hart van Siram. En misschien hebt u daar ook een mening over. Ja, dank u zeer. Dank u wel. Bemoedigend. Nu komen we op de dingen waar hier vandaan maar helaas betrekkelijk weinig aan te doen is. We gaan naar de volgende dia hier. Ik sta er hier een paar over om tijd te sparen. Ja, sorry. Mag je nog één terug? Mijn fout. Ah, hier, één terug. Dat kan ook. Dat is deze. Ja. Dit komt van de Nederlandse Zorgautoriteit. De instantie die wordt verondersteld toe te zien op de contracten en ons te helpen een goede keuze te maken van de verzekeraar. Maar voor de verzekeraars en de instellingen en ook natuurlijk de patiënten is er anderhalf jaar na data nog maar heel gedeeltelijk, dat kunt u zien bij waar die nulletjes staan en zo, nog maar heel gedeeltelijk informatie beschikbaar. En dat is een ramp voor met name de aanbieders natuurlijk, die met hun accountant moeten praten, het verslagjaar moeten afronden, bij de bank moeten praten over hun kredietlijn, dat allemaal veel te laat is. En dit is natuurlijk hoe het hoort, namelijk dat we dat allemaal weten voordat het verzekeringsjaar begint, maar daar zijn we in Nederland heel ver van verwijderd helaas. Ja, dit is dan meer dat zijn twee voorbeelden uit de anekdotische sfeer, ook artsen die werken bij eerste hulp kunnen dus vreselijk klagen over hoe gegeneerd je bent als daar patiënten komen en dan opeens €500 moeten betalen, hun hele eigen risico en dan nog wat naar de verzekeraar voor ingrepen van niks. En dat is echt allemaal de schuld van dat DBC-systeem. Nou, ja, dit is natuurlijk echt ongelooflijk. Dit heb ik direct gekopieerd van een beschikking van de NZA. Dus die is afgegeven op 26 november en die gaat in op 1 januari van hetzelfde jaar. En dat is niet zomaar één, zo zijn er een heleboel. En dat maakt het werken natuurlijk volkomen onmogelijk voor de insiders. En ik ga zo dadelijk vertellen hoe dat komt, maar eerst even nog die instelling zelf. Hier hebt u, dat is iets heel, even kijken, waar zijn we nu? Ja, hier hebben we iets heel vervelends. Dat is de Vereniging van Ziekenhuizen. Wat die kunnen doen, is zorgen dat er geen wachtlijsten zijn, dus dat ze genoeg mensen hebben en genoeg apparatuur. En wat ze kunnen zorgen, is dat er geen overbodige tests worden uitgevoerd. Wat ze in plaats daarvan doen, is meepraten met de regering. Dat hele idee van binnen het budget, dat staat hier ook weer. En dat is dus principieel verkeerd. Het is een verzekering. De overheid kan sturen één keer per jaar met de omvang van het verzekerde pakket, het eigen risico, de verzekerde premie. Er is van alles wat je kan doen. Maar wat dus niet kan, is zeggen dat op 12 december het budget op is.
Dat is wreed en verkeerd en dat past niet bij het idee van een verzekering. En hier had je een eerder probleem nog met de looptijden van de DBC, die ook weer dat alles zo in de weg staan. Deze sla ik over. Hier hebben we de NZH. Die hebben dit jaar op 26 mei het kader voor het jaar vastgesteld. En dat doen zij vanwege zorgen over het totale budget voor de hele sector. En dat is de belangrijkste factor die maakt dat het allemaal zo lang duurt en nooit op tijd klaar is, zodat de verzekerden weten waar ze verzekerd willen zijn. Hier, 90 miljard gaat daar om per jaar, althans daar zijn ze verantwoordelijk voor. En ze benoemen hun eigen raad van advies. Althans, ze kunnen een eigen raad van advies benoemen. Dat is niet serieus. En hier ziet u een Kamervraag al uit 2006, dat was bij de oprichting, die dat heel goed samenvat. Dus het Kamerlid vraagt zich af, waarom is ervoor gekozen om al die functies in één organisatie onder te brengen? Dat is dus vervolging, oordeelvorming en opsporing. Dus er zitten weeffouten in die organisatie. Er is dat macroprobleem dat ze binnen een budget willen blijven, wat helemaal verkeerd is. En de toezichtfunctie is gemengd met twee andere dingen. Hier hebben we de ziekenhuizen die dus meepraten. Een macrobeheersinstrument is een laatste redmiddel. Daar gaan zij niet over. Dat is hetzelfde als dat de Raad voor de Kunst. Dat die zeggen, we hebben alle begrip dat de overheid wil bezuinigen op kunst. Daar zijn ze geen deskundigen in. Zij moeten zeggen, de overheid draagt ons op om zoveel mogelijk kunst aan te bieden voor een lager budget. En dan moeten ze invullen hoe je dat het beste kan doen allemaal. Maar die mensen gaan allemaal op de stoel van die Kamerleden zitten. Dat is een beetje ook de plaag van ons overlegmodel. En de NVZ gaat daar niet over. Die horen de verzekerde goede zorg te bieden. Geen wachtlijsten, genoeg apparatuur en geen overbodige tests en een goede overdracht van dossiers. Daar zijn zij verantwoordelijk voor. En als het bij elkaar aan het eind van het jaar 0,5% meer kost dan wat begroot, dan zou ik zeggen, misschien dat de exportkredietverzekering 0,5% minder kost dan begroot. En de onzekerheden in de zorg, veel mensen realiseren zich dat niet, die zijn een orde kleiner dan de onzekerheden bijvoorbeeld bij de belastingontvangsten. Het is ook niet zo dat de minister van Financiën zegt op 15 december, er is nu genoeg binnen bij de BTW, dus de laatste twee weken hoeven jullie geen BTW meer te betalen. Dat hoor je de minister van Financiën niet zeggen. Dat zijn allemaal dingen waar je zekerheid creëert voor de belastingplichtigen door te zeggen, er is een tarief. En hoeveel er dan precies wordt ontvangen, dat weten we niet. En de onzekerheden aan de kant van de BTW, de belastingontvangsten, zijn veel groter dan de onzekerheden bij de zorg. Je praat, als je het allemaal optelt, over dat het 0,5% meer uitkomt dan ze hadden gedacht, of misschien een klein beetje minder. En dat kunnen we dus heel goed het jaar daarna opvangen. En we kunnen het sturen met het verzekerde pakket, het eigen risico, de premie en zo. Er is dus van alles. En wat we nou net niet willen, is het verzekeringselement opheffen door te zeggen, het moet aan het eind van het jaar precies binnen het budget blijven. En wat je ook niet wil, en dat is dat polderen, is dat die instanties daar allemaal over meepraten. Hier hebben we CZ, hetzelfde. Hier, om de zorgkosten op een acceptabel niveau te houden. Zij zijn ervoor om een eerlijke verzekering aan te bieden. Dat is toch iets anders. Hier heb je er nog één. Dus plafonds. Plafonds horen niet thuis in een verzekering. Zo eenvoudig is het. Die horen daar niet thuis. Dat gaat in tegen het idee van een verzekering. Dan wordt het een voorziening. Bij ons in het zwembad is niet voor iedereen tegelijk plaats. Dat is een voorziening. Een verzekering, denk aan een verzekering tegen stormschade. Je weet niet van tevoren hoeveel stormen er zijn. Ze kunnen niet in november zeggen, we hebben nou genoeg stormen gehad. Dus de rest van de stormen, dat is dan voor jullie eigen rekening. En zo is het in de zorg dus ook. Maar helaas nog niet. Hier hebben we er ook één. Wij verwachten van ziekenhuizen dat zij wel het te contracteren volume gespreid over het jaar aanbieden. Dat is dus het managen van de wachtlijsten. Ja. En dat is dus op zo'n manier nu in Nederland dat wij als burgers niet kunnen beoordelen of dat nou ligt aan de verzekeraars of dat het ligt aan de instellingen. Die kleine ingreep die ik er vorig jaar heb gehad, dat neemt in het ziekenhuis ongeveer 1,5 uur voor 1 uroloog. Ik weet dus niet, en ik denk niet dat iemand weet, of dat ligt aan Radboud, dat ze niet genoeg van die laserapparaten hebben, of dat het ligt aan de contractering met de verzekeraars, die zeggen, hé, laat ze maar een paar maanden wachten, laat die mensen rustig een half jaar rondlopen met de katheter, krijgen ze een infectie, dan stuur je maar een rekening. Dus waar dat vandaan komt, kunnen we niet overzien, maar het is dus in ieder geval verkeerd, want het past niet bij een verzekering. Ja, nog meer te mopperen.
Dit was een zaak die speelde vorig jaar. En het ergste daarvan in een democratie. En ik kan me dus voorstellen dat er een punt komt dat je met de kritiek van de SP dan misschien weer niet zoveel aankomt. Of met de kritiek van Wilders. Maar dit heeft dus niet te maken met politieke partijen die misschien principieel tegen zoiets zijn. Of die een standpunt innemen wat nou niet past in de opvatting van de meerderheid. Dit heeft te maken met behoorlijk bestuur. En als dus en de Rekenkamer en het Planbureau en de Raad van State waarschuwen dat het niet goed is opgezet. Dat kan je daar niet meer met een dooddoener van afmaken, zou mij lijken. Dat is dus iets anders dan dat de SP er tegen is. Dat moeten we ook serieus nemen, maar dit is een ander soort van kritiek. Dit heeft te maken met hoe zoiets wordt opgezet, begeleid en afgewikkeld. Ja, geen idee of die gemeentes wel op tijd klaar zijn. En de president van de Rekenkamer heeft dus ook kritiek. Niet op het idee per se, maar op de manier waarop het allemaal is doorgevoerd. Geen tijd om te leren van elkaars ervaringen. En dus was natuurlijk in dit geval een invoering in één provincie. En dan een beetje leren van die experimenten veel verstandiger geweest dan de ramp die ons nu, als nu heeft getroffen. Dit was staatssecretaris Van Rijn. Wat betekent nou zoiets? Ja, dat betekent natuurlijk niks. Dus ik vind dat ook vanuit democratisch oogpunt er hier uitermate onzorgvuldig gehandeld is. Al die instanties die worden verondersteld dat een beetje in de gaten te houden. En die dus niet zelf zeggen we zijn er voor of we zijn er tegen. Maar die kijken of het behoorlijk wordt gedaan. Hebben allemaal uitvoerig gewaarschuwd en natuurlijk gelijk gekregen. Nu, tenslotte. Het mooie van wisselen van verzekeraar is natuurlijk de vrijheid van de verzekerde. En een groot goed in ons systeem is dat er niet wordt gekeken naar al eerdere en ondershuidse condities. Dus je kan je vrij weer aanmelden bij een andere verzekeraar. Dat is een heel groot goed. Het slechte ervan, en wat dus denk ik beter is in Duitsland, waar mensen veel langer bij dezelfde verzekeraar blijven, Zwitserland, Zweden, andere landen, is dat er helemaal niks wordt gedaan aan preventie. En bij een regionale organisatie van de verzekering wordt er veel meer mogelijk. Daar is een enquête over gehouden. En dan blijkt dat 70% van de Nederlanders, inclusief een meerderheid van de VVD-stemmers, nu de voorkeur zou geven aan een sociaal stelsel. En dan zou dus een regionale organisatie mogelijk worden. En ik zou zeggen, als zelfs een begaafd woordkunstenaar als Hans Wiegel in 10 jaar tijd niet in staat is om die verzekeraars een beetje populairder te maken, dan is dat kennelijk een onmogelijke opgave. En wat we moeten doen is niet een beetje hakken over de reserves of over de winst, maar we moeten kijken naar het principiële punt. En dat is dat bij een regionale organisatie we er, denk ik, wat de preventie betreft, tegen overgewicht, diabetes, cholesterol, hoog bloeddruk, veel beter en grondiger uit zouden kunnen komen. En er zijn wel stappen in die richting gezet, maar we zouden dat principieel moeten bekijken. En het lijkt dat de Nederlandse bevolking daar in grote meerderheid voorstander van is. Ik heb nog 2 minuten nodig, als dat mag. Op het zuidelijke, en natuurlijk mag dat. Dit is het zuidelijke. Dit is het zuidelijke halfrond, waar we allemaal dus op z'n kop staan, zou ik maar zeggen. Zij hebben in plaats van 30.000, hebben ze 698 categorieën. En heel fundamenteel, ze koppelen de nota voor de verzekeraar aan het patiëntendossier uit het ziekenhuis. En hier laat de doorgetrokken lijn, de groene lijn, laat zien wat het kost voor het ziekenhuis als je daar langer ligt. Horizontaal is het aantal lichtdagen. En de andere lijn is wat de verzekeraar betaalt. Zijn mensen eerder thuis, dan maakt het ziekenhuis dus een klein beetje winst. Blijven ze langer liggen en staat in het dossier dat ze waarschijnlijk een infectie hebben gelopen in het ziekenhuis, door of na de behandeling, dan kan het ziekenhuis het verschil oppakken. En die kant moeten we natuurlijk op. Ik heb hier nog een keer die conclusies en ik heb voor u nog 3 vragen om te beantwoorden, als u dat zou willen doen. En dan ben ik klaar. Wat? Ja, maar dan ben ik klaar, dan zijn we klaar. Ik ja, doe niks meer. Maar dat gaat, ik dat doe niks meer, u beantwoordt nog 3 vragen. Nee, maar dat kost wel een beetje tijd. Laten we het even, gaan we dan anders doen. Laten we de vragen even zien. En dan kunnen we misschien even met hand opsteken doen. Want het kost best even tijd om dat allemaal ingevoerd te krijgen en dingen. Of kunt u de vraag opnoemen?
Nee, die moeten we echt even hier bekijken. Nou, doe het even zo. Nota's van ziekenhuizen moeten worden vastgeniet aan het patiëntendossier. Alleen dan kunnen verzekeraars en inspectie bijvoorbeeld beoordelen of infecties zijn te wijten aan het ziekenhuis, wat u net zei. Koppeling is ook behulpzaam om upcoding moeilijk te maken. Bent u daarvoor? Hand opsteken. Wie is daarvoor? Nou, dat is geen meerderheid. Oh, u zit. Oh, nou. Ja, nou, dat. We gaan even dit niet doen, want we lopen echt uit de tijd. De tweede vraag, dus doe het maar niet via de telefoon. De NZA is nog slecht. Is nog even slecht als 2 jaar geleden. Na het tragisch omkomen van medewerker Arthur Gottlieb zijn een paar functionarissen vervangen. Maar verder is nog geen verbetering zichtbaar. Bent u daarmee eens? Wilt u dan uw hand opsteken? Nou, wat zien we? Ja. U doet het toch. En dan de laatste. Nou, ik laat het zitten. Ik moet echt aan tijdbewaking doen. Dus ik laat het zitten. Ik heb nog een paar vragen uit de zaal gekregen. Staan zorgverzekeraars niet te ver van de maatschappij af? Zijn ze niet te veel uit op geld verdienen? Dus vraagt iemand in de zaal. Ja, ik denk dat het probleem dus meer het kader is. Ze worden gedwongen door VWS om binnen dat budget te blijven. Ze kunnen voor ons verstoppen of de wachtlijsten nou de schuld zijn van de instellingen of de schuld van de verzekeraars of de schuld van de NZA of alle drie. En ik denk dat in een beter kader, gewoon een verzekeraar per 3 provincies, een aantal van die problemen zouden worden opgelost. En onderzoek, maar in andere landen, niet hier, laat zien dat er in gedrag niet zoveel verschil is tussen officieel winstkenmerk of officieel geen winstkenmerk. En we weten allemaal in de zorgsector dat er tal van instellingen zijn die dan zogenaamd geen winst maken, maar waar de functionarissen salarissen verdienen die weer passen bij een marktgeoriënteerde onderneming of nog hoger zijn. Dus ik denk dat het niet zozeer ligt aan het winstkenmerk, maar het ligt meer aan het kader van de organisatie. En ik ben voorstander van een regionale organisatie. Oké. Okay. En u weet misschien dat hier heel erg de discussie woedt over wie nou de regie moet hebben, hè, in de gezondheid. Is dat de politiek of de zorgverzekeraar of de artsen of de patiënt? Wie zou de regie moeten hebben over mijn gezondheid, vragen mensen. Toch niet de verzekeraar? Nou, ja, maar als je een autoverzekering hebt, dan mag je nog zelf bepalen waar je naartoe gaat in je auto. Dus ik vind dat het woordgebruik niet zo vreselijk helder. We moeten op die verzekering kunnen vertrouwen. En wat ik heb proberen te vertellen is, met een autoverzekering, als je een ongeluk krijgt de dag voor oude jaar, dan heb je nog steeds je verzekering. Hier, als je iets hebt tegen het eind van het jaar, dan zeggen ze misschien, ja, het budget is op, wachten tot volgend jaar. En dat is principieel verkeerd. Ja. Dus wij houden. Ja, dat is heel wetenschappelijk, maar wat doet u nou met de praktijk? Nee, dat is niet wetenschappelijk. Dat is. Wat doet u met de praktijk? Ja, maar dat is toch de praktijk? Ja, ik kan ook wel zeggen, dat klinkt mooi in die voren toren, maar ik bedoel het dus heel concreet. Dus u zegt gewoon maar uitkeren, alles uitkeren. Ja, want dat doen ze bij de exportkredietverzekering ook. Dat is nou eenmaal een verzekering. En het ene jaar keer je een beetje meer uit. Maar dat geldt voor alle verzekeringen. Ook verzekeringen voor brandschade, storm enzovoort. Het is een verzekering, dus je weet niet aan het begin van het jaar hoeveel het allemaal precies kost. En wat ik verkeerd en onlogisch vind en heel schadelijk voor patiënten en moeilijk om mee te werken voor de instellingen, is dat we hier proberen toch aan het begin van het jaar iedereen aan het eind van het jaar op dat budget te krijgen. En dat vind ik dus principieel verkeerd. En dat doen ze bij geen andere verzekering. En laatste vraag. Wat vertelt u in Azië over ons wat positief is? Ah. Nou. U gaf een paar mooie voorbeelden van Aziatische zaken die goed zijn met planten en echtgenotes en andere dingen. Ja, nee, maar dat zal ik vertellen. Het belangrijkste is dat wij in Nederland, en dat vind ik heel mooi en ik hoop dat dat nog heel lang zo blijft, tamelijk dicht op elkaar inkomens hebben. Ik was hier in Nederland hoogleraar heel lang aan Erasmus. En de schoonmakers, ik verdiende meer dan de schoonmakers, maar niet 30 keer zoveel. Mm-hmm. En nu in Maleisië komen de schoonmaaksters, dat zijn dames uit Indonesië, en ik weet wat ze verdienen en ik verdien 40 keer zoveel. En dat is dus een hard bestaan voor die schoonmaaksters. En wat ik mooi vind hier, en ook natuurlijk andere landen in Noordwest-Europa, is dat wij zijn gewend aan een cultuur met een inkomensverdeling die tamelijk dicht op elkaar zit. En dan is het nog steeds voor de ene het leven een stuk makkelijker dan voor de ander. En het is daar dus veel harder, met hele grote verschillen. Ja, dat is en dat vind ik dus hier in Noordwest-Europa veel beter. Oké, ik dank u wel. Dank u hartelijk. APPLAUS